Elle, ja. Jij bent bestuurslid van HCB 92. Er is ooit iemand bij jullie gekomen en die kwam met dit idee van vandaag. Klopt. Vorig jaar zijn wij in Arnhem geweest naar een handbalwedstrijd van het Nederlands handbalteam. En daar werd rolstoelhandbal gespeeld voor de wedstrijd van de dames. En daar was ons bestuurslid Helle Berkemans aanwezig. En die vond het zo mooi om te zien. Die dacht, dat kunnen wij in Boksel ook. Dus die heeft eigenlijk dat aan het bestuur voorgelegd of wij daarmee akkoord gingen. En alle bestuursleden waren eigenlijk heel enthousiast. Hoe enthousiast en waarom zo enthousiast? Nou, omdat het eigenlijk helemaal niet bekend is. En omdat er natuurlijk heel veel handballers, oud-handballers afhaken vanwege een blessure. Dat ze of aan de knie of aan de arm. En toch het idee hebben van ik wil eigenlijk wel een teamsport doen. En rolstoelhandbal was nog helemaal niet bekend. Dus toen heeft zij gezegd van nou, misschien is het ook iets voor oud-leden. Die zeggen van ik wil toch nog sporten, ik wil handballen. Dus vandaar dat wij als bestuursleden hadden zoiets van nou, we gaan het gewoon proberen. Ja, heel cool. Want Helle, jij bent echt met het idee gekomen en je hebt er ook heel veel werk aan gehad. Nou, vertel jij nou eens hoe dat jij nou tot het idee gekomen bent. Ik ben gewoon aan het zoeken naar verbreding voor de handbalvereniging van ons. Wij zijn eigenlijk heel klein geweest omdat we heel lang geen jeugd hebben gehad. Dat is nu al een paar jaar weer heel goed. Maar daarentegen worden de dames ouder en dan, wat is er dan nog? Ik ben zelf bijna Sarah, dus ik wil misschien over x-tijd ook wel weer iets anders. En ik voorzie eigenlijk nu al wat ik dadelijk ga doen als ik stop bij de dames. Dat Sarah, dat zag je niet aan je. Maar je hebt het over ouderen. Ja. Nu zie ik hier vandaag dat er ook jongeren meedoen hoor. Zeker, natuurlijk vandaag is natuurlijk een try-out, dus iedereen die zich opgegeven heeft en die het aanspreekt, jong en oud zeg maar. Ik denk wel 18 plus inderdaad dat het is. Ik hoop dat heel veel valide mensen zeggen van, goh ja, het lijkt me een leuke sport om te gaan doen. Ooit gesport, zaalsport levert blessures aan knieën, enkels en dan laat je het zaalsport liggen. Maar ja, je kunt nog steeds in teamverband een sport doen. En ja, bij ons is dat rolstoelhandbal. We hebben op de folder opgeschreven voor iedereen, valide en minder valide, vind ik een iets mooier woord als gehandicapt. Mensen met een fysieke beperking die het reguliere handbal niet meer kunnen spelen, daar is dit gewoon een hele leuke oplossing voor. Nu moet je wel een speciale stoel hebben. Hoe kom ik daar als gehandicapte aan? Moet ik die aanschaffen of kan ik die lenen? Hoe werkt dat dadelijk? Ja, we zijn heel drukdoende met sponsoren. Een stoel kost inderdaad een behoorlijk bedrag. Zeker als een valide gaat sporten in deze sport. Daar zijn er geen potjes voor om aan te kloppen bij de gemeente. Minder valide mensen kunnen wel, denk ik, een beroep doen op de gemeente waar ze woonachtig zijn. Maar hoe gaan jullie dat doen? Heb je daar al plannen voor? Gaan jullie hier trainen? Ja. Hoe vaak gaan jullie trainen, et cetera? Ja. Nou, ik spreek nu voor mijn beurt, want dat heb ik bij het bestuur nog niet voorgelegd wat mijn ideeën zijn. Dus dan moet ik een beetje slag om de arm houden. Maar de eerste training die is al wel gepland op zaterdag 19 maart aanstaande, 's ochtends van 11 tot 12. En ik hoop vandaag een aantal mensen, ook mensen die op de tribune zitten en die dachten van nou, ik geef me niet op, ga eerst kijken, dat die dan wel komen. Oké, heel wat plannen. Nou zag ik één gemeen ding vandaag. En dat is, die kiepsters, die kunnen niet bij de lat. Nee, dat verbaast mij ook, want ik ben er nog niet zo heel erg in thuis, maar wij hadden netjes een plankverlaging gemaakt. Alleen het team wat dan Europees kampioen is geworden, die vroegen of de planken weg mochten. Dus ik denk dat we dus nu zo meteen voor de mensen die in de clinic zitten wel weer de plank op gaan hangen. Want voor diegene die in de goal staat is dat niet heel goed dat die... ze kunnen niet boven bij het hoekje natuurlijk, hè. Nee. Helle. Helle en Helle. Ja. Ja, Helle, die komt binnenkort met een vraag naar het bestuur. En die heeft geld nodig, denk ik. Waarschijnlijk wel, ja. Daar zal in het bestuur zeer positief over worden gereageerd. Daar ben ik vast van overtuigd. Alle mensen die daar in het bestuur zitten, hebben allemaal dragen de sport een warm hart toe. Dus ik ben daar van overtuigd dat het goed gaat komen. Oké, dus ik concludeer. Rolstoelhandbal voor gehandicapten.
heeft een toekomst in Boksel. Absoluut. Maar zeker ook voor valide mensen. Dat wil ik nog steeds even gezegd hebben. Oké. Ja, absoluut. Zeer zeker. Ja. Veel succes daarmee. Jeu de Boule Vereniging De Walnoot is de grootste Jeu de Boule club in Boksel. Naast mij staan twee bestuursleden, de voorzitter en de vicevoorzitter, Brigitte Schouten en Paulus van den Boogaard. Vertel eens iets over jullie vereniging. De trainer bij de Geitenwei heten we toen nog, de heksenketel. Later zijn we dus naast het oude Walnoot hebben we een ruimte gehad en een buitenbanen. Dan zijn we toen weggemoeten met de nieuwe Walnoot kwam en net een banier en zo gebouwd werd. Toen zijn wij naar de gasunie, of naar de gezondheidsdienst zijn we tijdelijk naartoe gegaan. En hoe lang we zitten nu? 10 jaar hier. Ongeveer 10 jaar zitten we nu hier in deze prachtige accommodatie. Brigitte, een mooie vereniging. Een hele mooie vereniging. Veel mensen die komen hier met veel plezier boelen. We hebben ook een sociale functie in de wijk, denk ik zeker. Dat de mensen hier binnen komen lopen en een balletje kunnen gooien. Nou, vandaag is ook een speciale dag, open dag. En een toernooi, een triplette toernooi. Ja, we hebben vandaag triplette clubkampioenschappen. We hebben een leuk aantal deelnemers. We hebben 14 teams, die hebben zich ingeschreven. Daarnaast inderdaad de open dag. Zodat de mensen die willen komen kijken, die kunnen ook zien wat het spelletje inhoudt. En er is eventueel een mogelijkheid om zelf een balletje te gooien of informatie te vergaren. Tripletten, zegt mij niks. Tripletten is wat het spel met de oorspronkelijke uitgang is met 3 man. Tripletten, zo is het oorspronkelijk in Frankrijk gespeeld. Dan hebben we een variage met doubletten, speel je met 2 man. Dan heb je nog een variage dat je alleen speelt. Dus dat is een tête-à-tête. En op alle 3 disciplines hebben we een clubkampioenschap. En vandaag is clubkampioenschap tripletten, dus met 3 tegen 3. Dan gooit ieder met 2 ballen. Nou zei je straks, we hebben nogal wat leden, 140 leden. Dat zijn over het algemeen wat oudere leden als ik hier rondkijk. Inderdaad. En daarom hebben we ook besloten om deze open dag te doen. Om proberen, eigenlijk de vergrijzingen in een halt toeroepen lukt niet. Maar om er in ieder geval jongere mensen aan het Jeu de Boule te krijgen. Dat we meer actieve leden binnen de vereniging krijgen. Want het is natuurlijk heel normaal dat je 140 leden hebt. En het zijn allemaal oudere mensen. Dat er vrij veel slavende leden bij zijn. En ja, dat is toch altijd moeilijk. En we willen toch eigenlijk actieve leden hebben die het spelletje prachtig vinden. En die iets kunnen betekenen voor de vereniging. En onze dames die hebben jaren in de top gespeeld. Die zijn, dat kan Brigitte beter vertellen, die zijn overal geweest. Die zijn overal op alle WK's geweest, EK's geweest. Oké. En dat blijft zo. Die wedstrijdsport, dat willen jullie er wel in houden? Dat willen wij er heel graag in houden. Want het is jammer. We hebben best wel, wat Paulus ook al zegt, een naamsbekendheid opgebouwd in Nederland, doordat we veel inderdaad op internationaal niveau hebben gespeeld. En dat willen we graag continueren. Want het is jammer dat Jeu de Boule Vereniging de Walnoot die naam vervaagt in Nederland. Dus die willen we graag op de kaart houden. Ik heb altijd gekorfbald tot een jaar of 18. Toen begon ik wat te sukkelen met het lijf. Nou blijken dat zenuwbaanbeschadigingen te zijn. Waardoor lopen voor mij heel moeizaam gaat. Dit leek me een leuke andere activiteit dan rolstoelkorfbal, maar dat is er niet. Het gaat snel. Het gaat bijna net zo snel als het gewone handbal. Dat spreekt me erin aan. En ik denk ook wel een teamsporten. En in Brabant, dichtbij. Het korfballen, Masha, was dat op een hoog niveau of ben je een echte sportvrouw geweest altijd? Bijna zover. Nee, op recreatief niveau wel, maar daar dan wel weer in de tweede en eerste klasse. En dat was erg leuk om te doen. Ja. Maar met handbal heb je dus geen ervaring? Met handbal op zich heb ik geen ervaring verder dan wat je vroeger op school kreeg als handbal. Maar hier zijn, zie ik even gauw, de regels alweer heel anders. Maar in een rolstoel is het natuurlijk heel anders dan dat je lopend over een veld loopt.
Ja, ik had bedacht, lopend wordt hem niet meer. Hè, want dat gaat echt gewoon niet meer. En als ik nou kijk, dan gaat bijna net zo snel als wanneer je gewoon zou rennen. Dus ik ben benieuwd dadelijk met de kliniek. Maar je moet wel bepaalde vaardigheden hebben. Want anders val je om met dat ding, denk ik. Ja, je leert natuurlijk wel gaandeweg in dit ding te rijden. Dus dat heb je al mee. Het is moeilijker voor mensen die valide zijn en die dan vandaag gaan proberen om rolstoelhandbal te doen. Want dat is het lastige. Dus dat rijden, dat lukt. Maar nu de vaardigheden van het handbal zelf en in die stoel, gaat dat allemaal lukken? Dat is de vraag. We gaan het zien dadelijk. Nou, moet je daar ook voor gaan trainen, denk ik. Ja, dat is de bedoeling. Ik sport natuurlijk wel. Ik sport in een groep met mensen met allemaal eenzelfde soort handicap als wat ik heb. Om je lijf een beetje fit te houden. Om te blijven in de conditie waarin je bent. En ik denk dat dit nog een extra bijdrage kan leveren in het gezond en fit blijven. Dus goed voor me. Nou was er net al een wedstrijd. En dan zag ik dat er zelfs gebotst werd met de rolstoelen. Ja. Ben je daar ook op uit? Nou, ik zag het ook. Ik dacht van, oh slik, vind ik dat dadelijk ook nog leuk. Maar ik heb ook stiekem gezien dat ze vastzitten. Ik weet niet of je het zelf ook hebt ervaren, maar ze zitten met een band vast. Dus je kunt niet zo makkelijk uit die stoel kiepen. En die sportstoelen zijn ervoor om ermee te kunnen botsen, te mogen botsen. Ja. Joke van Nuenen, oprichter van Jeu de Boule Vereniging De Walnoot. Hoe ben je daartoe gekomen een Jeu de Boule Vereniging op te richten? Nou, ik was zelf al aan het spelen in Gestel. Als familie onder elkaar waren we daar begonnen. En er waren in Bokstel, in het park, waren mensen bezig. En die vroegen, ze wisten natuurlijk dat ik ook Jeu de Boule speelde. Maar ze vroegen of dat ik iets voor hun kon betekenen. Dat ik ergens iets kon richten hier in de wijk. Nou, er was verder niks als gemeenschapshuis De Walnoot. Dan mochten we gebruik maken van de voorkant van De Walnoot en opzij. Daar hebben we banen aangelegd. En toen kwam er een dependance, een kleuterschooltje vrij. En dan mochten we hebben van de gemeente voor een binnenaccommodatie. Toen hadden we 3 baantjes. En ja, zodoende zijn wij daar begonnen uiteindelijk. En het zijn begonnen met 28 personen. Maar ik zeg altijd, voor mij is het een uit de hand gelopen hobby uiteindelijk. Want het groeide en er bleven maar mensen komen. Natuurlijk wel hartstikke leuk is, maar er moest toch weer een ander onderkomen zijn. Speel je zelf nog steeds? Ja, natuurlijk. Ja, ik doe het al, denk zo'n dikke 5, 36 jaar. Dus, maar niet meer internationaal? Nou, internationaal. We willen wel eens naar België gaan. Daar zijn ook hele goede dingen. Maar ik ben uit de selectie gegaan. Dus, want het is allemaal jonkerut. Want u vroeg straks van, het wordt afgeschilderd als een oude mannen- en een oude vrouwensport. Dat is niet zo. Want je moet eens een nieuwe gein gaan kijken wat er aan jeugd binnenkomt. Landelijk dan, hè? Wij hebben ook in een paar jaar gehad dat we 12 à 13 jeugdleden hadden. Maar ze kwamen in de puberteit. De ene ging dansen, de andere kreeg een vriendinneke. En het groeide uiteindelijk uit elkaar. Terwijl dat een hartstikke leuk spel is. En als je het op wedstrijdniveau wilt spelen, dan komt er echt heel wat meer bij kijken als zomaar een balken gooien. Dan is het geen oude mannen- of een oude vrouwensport. Maar het is ook niet erg dat het voor oudere mensen is. Want ik zie dat er iedereen ontzettend veel plezier in heeft. Ja, dat wel. De mensen die... dat moet ook kunnen. Ik bedoel, we hebben heel veel recreante spelers, zeg maar. Hè. En dat moet ook kunnen. En dat is hartstikke leuk. Want wij doen dat hier toch altijd in... net als nou een triplette toernooi, ofwel doublet of tête-à-tête. En we hebben verschillende toernooien, kersttoernooi, Sinterklaas, carnaval, Pasen. Altijd worden hier goede toernooien gespeeld. Dus ja, ik vind dat kunnen ze daar toch ook aan meedoen. Kan iedereen aan meedoen. Oké. Okay. Kijk, maar als je op wedstrijdniveau gaat zitten, ja, dan moet je naar buiten treden. Hè? Ja. Naast mij zit mevrouw Henne van Es van Nederlands Handbalverbond. Uit Amsterdam, naar Boksel gekomen. Ja. Waarom? Omdat HBZ, net als de andere verenigingen, de handschoen heeft opgepakt. Om te kijken of het rolstoelhandbal ook in Boksel opgepakt kan worden. Jullie zijn als Handbalverbond
dat aan het promoten door het hele land? Ja, ja. We zijn anderhalf jaar, eigenlijk 2 jaar geleden ben ik benaderd door een speelster van CSV, Ade Stam. En zij was oud handbalster, is een been kwijtgeraakt, is vervolgens gaan kijken of een rolstoel handbal is, omdat ze gek is van handbal. Dat was ze niet. Toen hebben ze 1 keer een wedstrijd gespeeld tegen de heren van Aalsmeer. En vervolgens is ze bij mij terechtgekomen omdat ze het zo ontzettend leuk vond om toch te handballen. En dan vanuit een rolstoel, omdat het niet anders kon. En of ik ideeën had om haar daarbij te kunnen helpen. Toen hebben we een tour gedaan door Nederland. Want het NAV ondersteunt het meer dan dat. Hebben we een tour tegen alle eredivisieverenigingen, niet alle, maar 10 wedstrijden tegen eredivisieteams gedaan. En dat is met zo'n succes ontvangen. Dus op onze Nationale Handbaldag hebben we ook tegen Jong Oranje dames en heren gespeeld. En dat was echt gek. Iedereen ontzettend blij, enthousiast. En van het een kwam het ander. Dus eerst CSV had dan een team en toen kwam SCW erbij en Quintus uit Quinsheul erbij. En nu ook Bokstel. En ook in Limburg, BFC, die zijn nu van plan om een team op te gaan zetten. Door heel Nederland dus. In Amsterdam ook al? Nee, nog niet, maar dat gaat vast komen. Oh, dan heb je wel gewoon werk te doen dan. Hoop werk. Ja. Maar met veel plezier, dus dat is mooi. Oké. Okay. Die rolstoelen, die moeten de deelnemers zelf aanschaffen? Nou, we hebben dus wel leenstoelen. En zelf heb ik in eerste instantie zeg maar stoelen gehuurd. En nu hebben we zelf stoelen aangeschaft. En die kunnen dan gebruikt worden om de valide spelers tegenover de rolstoelers te zetten. Dus daarin beperken we de kosten. Maar het is wel zo dat we nu dus vrij ver. We zitten in Limburg, in Bokstel, 2 in Noord-Holland-Noord. Absoluut. Ik denk dat als je over invalide sport spreekt, dat gemeenten, sponsoren eerder voor je klaarstaan dan wanneer je voor je dames 1 of heren 1 komt. Denk ik, persoonlijk. Omdat het een maatschappelijke betrokkenheid ook heeft. En wie wil er nou niet iets moois als dit ondersteunen? Ook niet gehandicapten mogen meedoen, heb ik begrepen. Ik vind het echt te gek. Bokstel is, die steekt vooral in op alles wat wil sporten, kan sporten. Dus als je als oud handballer of niet oud handballer, maar als je door wat voor omstandigheden ook niet in de reguliere sport mee kan doen, dat je dan een plaats kan nemen in een rolstoel. Ik denk dat het best een stap is voor een valide persoon om in een rolstoel te gaan zitten. Maar het spelletje is wel heel leuk. Okay. Ja, en snel en leuk. Ja, mooi. Net die drie dames ploeg. Ja, dat klopt. Ja, doen jullie altijd met 3 dames? Nee, het is ook vaak met 2-2. Dat is het meestal. En dit is nou het toernooi met tripletten. Okay. Ja. Nou kwam ik straks hier binnen en toen riep je al meteen tegen mij, ik ben hard aan het trainen. Hoe gaat het nou? Nou, omdat bij mij algemeen bekend is, als ik zeg maar ga boelen, dat ik eerst warm moet worden. Dat ik dan dichterbij het boeltje, het buurtje komt. Ja, maar is het ook gelukt? En het is ook gelukt, maar we hadden een heel zwaar team als eerste partij. Want die 3 konden echt allebei alle ballen wegschieten. Ja. We gaan op jou letten. En jouw ploeggenoten, lukt het allemaal? Ja hoor, maar ja. We zijn tegen extra sterke mannen bezig en dan valt het toch niet mee. Hoezo tegen sterke mannen? Kom nou, vrouwenemancipatie. Inderdaad, wij willen wel winnen, hè Nettie? Ja, zeker. Wij doen het echt om te winnen. Ja, ja. Is dat een extra stimulans nou om te winnen? Ja, zeker. Want dat willen we altijd wel. Maar zijn hun zo goed dan? Hun doen wedstrijd spelen. Oké. Okay. En jullie recreatief? Recreatief, ja gewoon. Als we zin en tijd hebben. Meestal 2 keer in de week. Ja. 2 keer in de week, dinsdagsmiddags en donderdagsmiddags. En dat is een hartstikke leuk team. En iedereen kan gewoon binnenlopen. En als mijn man niet wil, dan ga ik alleen. En dat is juist het fijne ervan. Je kan gewoon binnenlopen wanneer je wil. Okay. En je kan ook halve wedstrijd, zeg maar als je de pauze is, kun je ook naar huis gaan. Dus je hoeft niet in de hele middag te zijn. Maar ik ga weer verder. Ja, oké, ik loop mee. Ik loop met jou mee. Okay. Eens even kijken hoe dat jij gaat gooien, hè? Ik ben meestal, ik begin nou met de dames als eerste. Omdat ik vaak, als het zo lukt, als de dichtste bij dat kan gooien, ja? Ik ga kijken.
En van het mannenteam. Sorry? Van het mannenteam. Het goede team, zeggen ze hier. Het goede team? Nou, dat weet ik niet. We gooien gewoon, maar of het goed is, dat weten we niet. Dat weet ik pas op tijd van de wedstrijd. Kijken, hè, die. Zo. Dat is goed gegaan, hè? Kaarsrecht ervoor. Dus nu moet mijn tegenpartij, die man, die mag nou, dus Antoon, die mag die bal nou gaan wegschieten, proberen. Maar is dat nou omdat de camera erop staat dat het ineens zo goed gaat? Nee, meestal de eerste bal lukt bij mij nog wel eens. Oké, dan gaan we de tweede bal dadelijk ook kijken. Oh, nou, niet enthousiast, hè? Met twee ballen. Dus nou zijn hij zijn ballen nou kwijt. Dus nou hebben ze nog drie ballen en wij hebben er nog vijf. En het is hem niet gelukt om jou nee. daar weg te krijgen? Nee, dat klopt. Kijk, dan doet hij zijn tweede. Het is nog steeds goed, hè? En hun zijn nou op, dus wij mogen proberen dichtbij te komen. Nou, ja, nou moet jouw collega natuurlijk hem niet weggooien. Nee, eigenlijk niet. Maar je weet dat ooit niet. Kan per ongeluk zijn ook. Ja, ja. Maar net, die kan dat wel. Maar jullie gaan nou extra voorzichtig zijn. Ja, licht. Wij willen wel winnen. Kijk eens, hé. Hey. Doet je het? Gooit u hem nou expres mis? Nee, echt niet. Waar is het maar zo? 2, 3. Moet even kijken. Dan is net hier weer. Die hier, denk ik. Hier. Oh. Dan komt hij. Die hier. En dan weet ik niet op die. Die op die. Hoe ligt hij? Daar ligt hij. Dan zijn ze 4. Een hele goede score voor ons. Dat is echt heel fijn. En hoeveel is het? 4. We hebben nu 4 punten. Okay. En er moet een totaal 13. Dus we zijn er nog niet. Want 13 dan is je pas dus, gewonnen. Die mannen worden verslagen. Hopelijk, hè. Nog niet. We gaan een wedstrijd spelen. Nu de hele wedstrijd van 1 keer 20 minuten. Pasja, nou heb je het even geprobeerd. Ja. En vertel eens. Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Ik had helemaal niet verwacht dat je meteen die snelheid op zou pakken. Die behendigheid, dat je dat ook van vrij vlot in de gaten hebt. Van wat zijn de spelregels, waar moet je aan houden? Het is leuk om te doen. Wat viel er nou tegen of was het allemaal even makkelijk? Met het gooien, dan merk je van oké, dat ben jij dus niet gewend en je zit. En dan heb je dan een andere manier van gooien. Dan moet je nog even op trainen, denk ik. Want je mag maar tot die zwarte cirkel daarvoor. Ja, voor mij mag er wel iets dichterbij zijn. Maar dan gaan we nog oefenen.